Wat zijn nou precies bijzondere vaardigheden? Nou, dat zijn bijvoorbeeld de koprol, de hurksprong, de helphouding, de potlood en wat is er nog meer, Cynthia? Boekduik. Dus kortom, allemaal gekke bewegingen in het water. De bijzondere vaardigheden die komen eigenlijk in elk diploma voor, alleen in elk diploma zijn ze anders. De hurksprong. De hurksprong is een sprong om iemand te redden in het water. Je moet met je hoofd boven water in het water springen, dus hij moet boven water blijven, omdat je zicht moet hebben op degene die je nodig hebt. Je benen wat uit elkaar, je knieën wat naar binnen, je handen plat naast elkaar. En als je in het water springt, spring dan niet te hoog, niet te dichtbij, maar goed ver en dan sla je met je handen op het water. Twee. Bijvoorbeeld een boot op je afkomt en je wil zo snel mogelijk onder water zakken. Ik ga hem even laten zien. Dit is Liv, onze assistente. Ze hebben zachte ondergrond, goede kin op de borst, handjes op de grond en woep! Wauw, die is echt heel mooi. Soms kan duiken een beetje moeilijk zijn, omdat het best spannend is om met je hoofd naar het water te vallen. Maar je kunt het natuurlijk ook zo oefenen. Kijk maar naar juf Cynthia. Je hebt een lange puntmuts. Vallen. Hop. Kijk, dat is het begin van een hele mooie duik. Zo jongens en meisjes, dat was hem weer voor deze week. Ik heb nog wel één vraagje. Hebben jullie wel eens de koningin zien zwaaien? Dat lijkt ook op een bijzondere vaardigheid, en dat is wrikken. Dus wij wrikken dit filmpje uit, zodat jij kunt zien hoe dat in het water moet. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op ons kanaal.